Het nieuws van vrijdag 16 juli. Precies goed begonnen. Gelijk lekkere drukke dagen. Openluchtzwembaden hebben drukker dan ooit. Een mysterie rondom een oorlogsgraf in Doornspijk. De geur van bier en benzine. De Achterhoek staat 3 dagen in het teken van de Zwarte Cross. Dag dames en heren, goedenavond. Openluchtzwembaden in Gelderland doen deze zomer goede zaken. Dat komt natuurlijk door het mooie weer, maar ook omdat zwemmers bang zijn voor botulisme en zwemmersjeuk als ze in vennen en plassen een duik nemen. Openluchtzwembaden in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Dreumel hebben nu al duizenden bezoekers meer dan vorig jaar rond deze tijd. Het is al weken warm en dat betekent goede tijden voor de buitenzwembaden in Gelderland. Ondanks dat de zon vanmiddag niet volop schijnt en er ook een fris windje staat, zijn toch veel mensen voor een duik naar het Kristalbad in Apeldoorn gekomen. Als je er eenmaal door bent, is het lekker hoor. De buitenzwembaden in Gelderland profiteren momenteel volop van het mooie weer. Zo heeft het Arnhemse zwembad Klarenbeek nu al 50.000 bezoekers, terwijl dit in dezelfde periode vorig jaar nog 35.000 waren. Het Kristalbad in Apeldoorn heeft 40.000 bezoekers gehad. Vorig jaar waren dat er 10.000 minder. Ook het Nijmeegse Goffertbad heeft nu al 45.000 bezoekers gehad. En ook Zwembad de Zevenmorgen in Dreumel heeft dit jaar al 35% meer zwemmers dan vorig jaar. De vakantie is goed begonnen. Gelijk lekkere drukke dagen en het duurt nog 6 weken. Het lijkt dus een goed seizoen te worden voor de openluchtbaden. Want niet alleen door het mooie weer is het druk. Veel mensen gaan ook liever naar de zwembaden toe, omdat ze bang zijn voor ziekten als botulisme en zwemmersjeuk als ze in vennen en plassen een duik nemen. Het zwemwater wordt gecontroleerd, we hebben volop bezetting op toezicht. Hier is toch al meer te doen eigenlijk voor de kinderen ook. Hè? Dus de glijbaan en zoals dat water, speeltoestel daar. Het is dichtbij en het is wel lekker buiten en er zit een glijbaan en duikplank en dat is wel leuk. De Nijmeegse Islamstichting Ar-Rayyan krijgt geen nieuwe subsidie meer van de gemeente. Dit is besloten omdat de stichting weigert omstreden teksten van de website af te halen. De stichting ontving dit jaar €3500 subsidie om voorlichting op Nijmeegse scholen te geven over de islam. Het bier stroomt en de motoren brullen. Na forse stormschade eerder deze week is in Lichtenvoorde vandaag het grootste motocrossfestival van Europa van start gegaan, de Zwarte Cross. Dit weekend komen naar verwachting ruim 100.000 mensen 3 dagen lang genieten van muziek, theater en spectaculaire motorracers, waarbij de lol voorop staat. Het leven als boer haal je zelden de kracht. Je doet het op je kloppen en je doet het met de hand. De boeren bedrog of boeren verstaan. Het is gewoon een mooi feestje. Normaal, je hebt nergens ruzie. Het is altijd één groot feest, een volkfeest. En ja, je kan alles doen, alles mag. Dat is het mooiste. En lekker veel bier drinken. En lekker gek doen. Zoveel bronnen, allemaal gekte. Gek publiek, dat is prachtig. Gewoon doelloos omrijden, dat is het. Feest kan beginnen, hè? Ja. Gelukkig hebben we alles afgekregen. We ons wel zorgen over gemaakt, maar het is toch weer goed gekomen. We hebben het hoofdpodium nog even extra verankerd, dus er kan nu echt niks meer omwaaien. Hele dikke ketting hangt eraan. Ja. Yeah. Het gang maken, dat is eigenlijk de lol eraan. Hoogtepunt. Ja, dat is iedere nacht, maar. Zutphen en omgeving heeft gisteravond 2 uur lang zonder stroom gezeten. Aanleiding voor de stroomstoring was een brand in een transformatorhuisje in Vierakker. Zo'n 2000 huishoudens werden de dupe. Rond 6:30 gisteravond viel Vierakker, Zutphen, Warnsveld, Vorde, Wichmond en een klein deel van Hengelo de stroom uit. De storing had ook gevolgen voor het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk, waar geen treinen meer reden. Bij de spoorwegovergang aan de Lochemseweg ontstonden gevaarlijke situaties. Daar reden de automobilisten tussen de slagbomen door. Rond 8:30 is de stroomstoring verholpen. Hoe de brand in het transformatorhuisje is ontstaan, is onduidelijk. Al tientallen jaren is het een groot mysterie. Een naamloos graf op de begraafplaats in Doornspijk. Niemand weet of er iets in het graf ligt.
Tot gisteren, toen militairen van de landmacht het graf uit 1944 opendeden. Een bijzonder moment voor de enige man die al 50 jaar lang het graf verzorgt. Gerrit-Jan Bossenbroek had hier op de begraafplaats van Doornspijk 50 jaar lang zijn eigen Tweede Wereldoorlog monumentje. Een half eeuw lang verzorgde hij hier een graf, maar vandaag moet hij afscheid nemen. Het kruis dat zo speciaal voor hem is, moet uit de grond. Twee militairen van de landmacht maken het graf open omdat er recent nieuwe informatie gevonden werd, waaruit blijkt dat in het graf mogelijk meerdere oorlogsslachtoffers liggen. Ja, dat gaat er door me heen. Ik had gehoopt eigenlijk in eerste instantie dat dit nooit zou gebeuren. Want het was eigenlijk een monumentje voor me. En ik zei ook altijd, maar er ligt niks meer, want het is wel 70 jaar geleden. En het is allemaal vergaan, er is niks meer. Maar er ligt wel wat. 4 lichamen worden gevonden en in kistjes naar het laboratorium vervoerd. Uit respect voor de slachtoffers wordt ons gevraagd even op afstand te filmen. Nou, we hebben de stoffelijke resten aangetroffen van 4 personen in dit graf. Uit veldonderzoek is gebleken dat deze personen om het leven zijn gekomen door kogelschoten. Verder onderzoek in het laboratorium in Soesterbergsel de precieze doodsoorzaak gaan uitwijzen. En wellicht dat we de identiteit kunnen achterhalen van deze mensen. Het is gewoon dubbel voor me. Ik vind het ook nog weer mooi dat ze nou weer wat gevonden toen ze begonnen te graven. Ik denk, ja, nu hoop ik ook eigenlijk dat ze wat vinden. En dat was zo. En nog wel 4. En omgekomen door kogelgaten. Dan is de vraag die op de lippen ligt toch, wie waren deze mensen? Ja, dat is zeker, ja. Ik denk ook al wel aan foute Nederlanders misschien wel. Ja, of NSB'ers, ja. Bij deze willen we dan ook heel graag een oproep doen aan mensen uit de omgeving die hier misschien iets van afweten. Als u iets weet, meld u zich dan, mag ook anoniem eventueel, met misschien details over deze zaak, over wie deze mensen kunnen zijn, zodat we deze mensen hun naam kunnen teruggeven. Mocht u meer weten over deze zaak, kijkt u dan voor meer informatie op www.omroepgelderland.nl. Hij wordt vervolgd door de inzet bij de Vierdaagse rellen 5 jaar geleden. Hondenbegeleider Paul van Dreumel doet nu zijn verhaal. Dat straks. In Beek heeft een vrachtwagen een scootmobiel aangereden. Daarbij raakte de bestuurder van de scootmobiel, een 46-jarige vrouw, gewond aan haar been. Een kleuter die bij de vrouw op de scootmobiel zat, bleef ongedeerd. De vrachtwagen had hout gelost en reed achteruit toen hij tegen de scootmobiel aanbotste. Oud-Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk uit Culemborg wordt lijsttrekker voor het CDA tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart. Van Dijk zat sinds 2002 in de Tweede Kamer. Vanwege het slechte resultaat voor het CDA bij de afgelopen Kamerverkiezingen verdween hij uit de Kamer. Van Dijk volgt als lijsttrekker gedeputeerde Theo Peters op. Door het noodweer van deze week zijn op veel plaatsen nesten van de eikenprocessierups uit de bomen gewaaid. Die nesten zitten bordenvol brandharen die onder meer jeuk, huiduitslag en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Mensen die zo'n nest vinden moeten er vanaf blijven en de gemeente waarschuwen. Stadsarcheoloog Harry van Enkevoort gelooft niet dat Venlo ouder is dan Nijmegen, zoals de gemeente Venlo beweert. Venlo zegt dat de vondst van Keltische munten dat bewijst. Volgens Van Enkevoort zijn die in Nijmegen in grotere aantallen gevonden en was Nijmegen een stedelijke nederzetting. In Venlo zaten vooal boeren. Helemaal! 3370 wandelaars hebben de Apeldoornse Vierdaagse uitgelopen. Sinds dinsdag hebben duizenden mensen 4 dagen lang in de bossen rondom Apeldoorn gelopen. Bijna 250 wandelaars haalden de eindstreep niet. They may grab away my money or break it into my car. De culturele prijs 2009 van de gemeente Winterswijk gaat dit jaar naar Daniel Sauleka. Sauleka krijgt de prijs voor zijn verdiensten voor de popmuziek. Winterswijk vindt het hoog tijd dat Sauleka, die onder meer ereburger is van Jakarta, eindelijk erkenning krijgt in het dorp waar hij muzikaal opgroeide. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat het Nederlands Letterenfonds de subsidieaanvraag van misdaadacteur Jacques Toes uit Oosterbeek gewoon mag weigeren. Toes had vorige maand een rechtszaak tegen het fonds aangespannen nadat zijn subsidieaanvraag was geweigerd omdat zijn boek niet literair genoeg zou zijn. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Het duurt al 5 jaar. De rechtszaak tegen hondenbegeleider Paul van Dreumel van de politie Gelderland-Zuid. Hij en zijn collega worden vervolgd vanwege hun aandeel in de Vierdaagse rellen van 2005. Van Dreumel werd ontslagen en wordt onder meer vervolgd voor mijnheid.
Nu de Vierdaagse weer voor de deur staat, blikt Paul van Dreumel terug. Ja, ja, daar gaan ze weer. Het is de laatste nacht van de Vierdaagse feesten als er onder de Waalbrug in Nijmegen een massale vechtpartij uitbreekt. Politie en ME voeren charges uit en Paul van Dreumel en zijn collega proberen met hun honden de mensenmassa uiteen te drijven. De collega's die zich daar zeg maar helemaal in een kluitje opgerold hadden als een soort egel, daar moest ik aan denken. Gewoon verrot gegooid werden met wat ik al zeg, met allemaal glas, met flessen, met tafels, met alles werd gegooid. En dan kom je daar beneden achter zo'n mensenmassa met één hond. En ja, wat doe je dan? Je hoort geschreeuw en gegil en ja, reflexmatig kies je voor de aanval. Van Dreumel en zijn collega laten de honden bijten in de hoop de mensen daarmee af te schrikken. Van Dreumel raakt ook zelf gewond tijdens de rellen. Maar dat hij door relschoppers geslagen zou zijn, klopt volgens politie en justitie niet. En omdat hij aangifte heeft gedaan van mishandeling, zou hij dus meineed hebben gepleegd. Ik heb van die knaap klap gekregen en ik heb hem een klap teruggegeven. Maar goed, in welke volgorde? Ik heb 20 minuten voor mijn leven moeten vechten. En dan staat dat fragmentarisch in je geheugen, op je harde schijf. Van Dreumel is ontslagen bij het korps, is voor 27% arbeidsongeschikt, krijgt geen uitkering en moest daardoor ook zijn huis verkopen. Al 5 jaar is hij verwikkeld in rechtszaken. Hij werd veroordeeld tot 15 maanden cel. Paul heeft het gevoel dat hij geslachtofferd is om de korpsleiding uit de wind te houden. En dan hebben opeens de mensen die daar gewerkt hebben en de risico's hebben gelopen, die worden geslachtofferd. Politie en justitie willen niet voor onze camera reageren omdat de hoge beroepszaak nog steeds loopt. Op 27 augustus wordt de zaak verder behandeld. Paul van Dreumel hoopt dat er snel een uitspraak komt. Hij wil de zaak afsluiten en verder gaan met zijn leven. Het is bijna weer die Vierdaagse. Hoe is dat voor jou? Ja, ze proberen nog wel eens een keer in een rustig moment, een avond, een rondje in de stad te lopen. Maar ja, mensenmassa's mijt ik. En de ene keer gaat het heel goed. En dan doe ik oordopjes in met muziek en sluit ik me zo'n beetje af. En goed, een andere keer dan draai ik op Kerzegaardplein al om en ga ik naar huis. Maar blijf het proberen, ik moet er niet voor wegduiken. Het beste terras van Gelderland ligt bij eetcafé De Groes in Zelhem. Het terras eindigde op nummer 6 in de terras top 100 van horecavakblad Misset Horeca. Het terras hier in Zelhem is lekker ruim, mooi aangekleed. Alsjeblieft. En de bediening is fantastisch. We knippen met de vinger en de spullen die staan op tafel. Ruim 700 terraseigenaren hadden zich aangemeld voor de terras top 100 van horecablad Misset Horeca. We hebben hier 3 keer een mystery guest naartoe gestuurd. En die heeft op alles gelet. Is het schoon? Heeft het sfeer? Word ik snel geholpen? Is de bestelling goed? Wordt er goed afgeruimd? En dat bepaalt uiteindelijk de ranking. De terras top 100 is dit jaar voor de 3e keer georganiseerd. Vorig jaar deed Eetcafé De Groes ook al mee en ook toen scoorden ze goed. Vorig jaar zijn we 12e geworden. En we hadden nu een beetje het idee van, misschien in de top 20. We hadden gehoopt het van vorig jaar te evenaren. Maar het was zelfs een stuk beter dan vorig jaar. Beste van Gelderland ook nog. Ja, geweldig. Ja, prachtig toch? We zijn blij dat we zelf wonen en zo'n terras hebben. Een van de bijzonderheden aan dit terras is de Havana Lounge, waar in het weekend cocktails worden geserveerd. De 6e plaats in de terras top 100 is mooi, maar voor deze ondernemer is het niet genoeg. Hoop ik dat we volgend jaar in de top 3 kunnen binnendringen misschien. Daarom blijft het personeel hard werken om het iedereen naar de zin te maken. En dan nog het weer vanuit Wageningen. Bijzondere wolken zag je vanochtend aan de lucht. De zogenaamde lenticulariswolken, van die afgeronde amandelvormige wolken, zie je meestal alleen maar in berggebieden. Maar vandaag, omdat er op hoogte behoorlijk wat wind stond en ook een beetje fluctueerde, ontstonden ze ook boven Nederland. Vanochtend dus, naast bewolking, ook nog genoeg ruimte voor de zon. Maar vanmiddag was het toch wel overwegend bewolkt. Had alles te maken met een koufront. Koufront dat lag vanochtend vroeg nog voor de kust.
Maar uiteindelijk trok het toch allemaal geleidelijk aan oostwaarts. Met hier en daar wat gespetter, geen grote hoeveelheden op zich. Met daarachteraan de koelere lucht. Vandaag zaten we nog echt in de warme lucht. Morgen zul je duidelijk verschil merken wat de temperatuur betreft. Maar het is maar voor eventjes. Uiteindelijk gaan we gewoon weer in de warme lucht terechtkomen. Nou, dit is dan een beetje het plaatje zo rond de klok van 1, 2. Steeds meer bewolking vanuit het westen, Gelderland binnendringend. Maar het gaat uiteindelijk allemaal weer opklaren, hoor, in de loop van de avond. Even wat actievere buien gedurende de avond die met name Duitsland in gaan trekken. Misschien enkele nog voor de Achterhoek richting Zutphen. Maar over het algemeen is droog met flinke opklaringen. Uiteindelijk temperaturen zo rond de 13 tot 15 graden. En morgenochtend beginnen we droog. Maar al vrij snel ontstaan de stapelwolken. En uit stapelwolken gaan einde ochtend al de eerste buien vallen. Het kunnen pittige buien zijn met een enkele onweersklap misschien erbij. En ik denk wel dat het tot einde van de dag duurt, hoor. Buien, maar ook de afwisseling met flinke stukken blauw. Dus mooie, spectaculaire Hollandse luchten. En in de koelere lucht, dus met temperaturen zo rond de 20 à 21 graden. Nog steeds al behoorlijk wat wind vanuit de west-zuidwesthoek. Matig kracht 3 tot 4. Nou, temperaturen gaan dus wel weer omhoog. We komen in de zachtere lucht terecht. De zomer weet van geen wijken voorlopig. Met richting de vierdaagse toch wel weer tropische temperaturen. Misschien enkele onweersbuien woensdag. Voorlopig blijft het dus gewoon warm. Morgen zijn we live vanaf het terrein van de Zwarte Cross. En we zijn in Nijmegen, waar de vierdaagse feesten vanavond beginnen. U ziet het in TV Gelderland Nieuws. Nog een fijne avond verder. Straks nader.